Kijkers Vloek TV, welkom bij deze uitzending. Ja, een feestelijke vrijdagmiddag in november, want we zijn bij distilleerderij De Kuiper aanbeland. En daar is vanmiddag heel veel te doen. En hoe dat in elkaar zit, daar gaan we over praten met Jan van der Meijn. En hij is werkzaam, hij is verantwoordelijk voor de PR voor dit bedrijf in Nederland. Meneer van der Meijn, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ga lekker Jan tegen u zeggen, dat is een bekende naam. Laten we maar eerst even beginnen bij het begin. Wat is er vanmiddag allemaal te vieren? Nou, wij vieren vanmiddag dat wij precies dit jaar 100 jaar gevestigd zijn in Schiedam aan de Buitenhavenweg 98. En de distilleerderij werd gebouwd in 1910. En dat zien we straks op een tekening. En geopend in 1911. Dus dit jaar precies 100 jaar geleden. Nou weet ik dat het bedrijf ouder is. Waar zaten jullie daarvoor? Daarvoor heeft het bedrijf meer dan 2 eeuwen aan de baan in Rotterdam gezeten. En het bedrijf is exact 316 jaar oud, anno 1695. Wat was toen de tijd de reden voor vertrek? De reden voor vertrek was dat er is altijd een verbinding met de haven nodig geweest. Want De Kuiper heeft eigenlijk vanaf zijn begin ontstaan geëxporteerd. Naar met name de Engelstalige gebieden. En dat was Cases of Geneva in houten kisten. En die werden via een binnenschip naar het zeeschip gebracht. En dan ging het over de hele wereld. En in Rotterdam werd gereorganiseerd aan de baan. De verbinding met de haven werd gedempt. En toen is men terechtgekomen in Schiedam. Eigenlijk de bakermat van gedistilleerd. En hier aan de Buitenhavenweg hadden wij natuurlijk een prachtige verbinding met de zeeschepen. We hadden ons eigen binnenschip. Jenever geproduceerd hier in de Fabriekstraat op een klein treintje. En zo het schip op. Ja. Nou is het natuurlijk zo. Een stukje Rotterdam, een stukje Schiedam. Als wat voor bedrijf profileren jullie je nou? Als een Rotterdams of een Schiedams bedrijf? Nou, nu volledig als een Schiedams bedrijf, maar de eerste jaren werden we echt gezien als indringers. Er werd gezegd dat zijn Rotterdammers. En het heeft ook nog wel jaren op de verpakkingen gestaan, Rotterdam, want daar was eigenlijk het begin. Maar we zijn nu een echt 100% Schiedams bedrijf, ja. Nou zijn de tijden zwaar veranderd. Vroeger, u kent de geschiedenis, Schiedam, Zwart Nazareth, een verleden wat niet voor iedereen prettig is geweest. Op een gegeven moment is daar een kentering ingekomen in die periode. Wat hebben jullie daarvan ook meegekregen? Ja, kijk, er waren hier vroeger natuurlijk 400 branders. En met de opkomst van de industriële alcohol zijn eigenlijk al die branders Schiedam verlaten. Dus dat werd toch een hele andere industrie. En er bleven nog een paar grote over. En wij als distillateurs, wij maakten nooit ons alcohol. Wij geven smaak aan alcohol. En dat is een behoorlijke kentering in de tijd geweest, ja. Onlangs las ik een artikel over Coca-Cola, het best bewaarde recept van de hele wereld, geloof ik. Geldt dat nou bijvoorbeeld ook voor de jenever? Jenever, ja, ieder heeft zo zijn eigen receptuur. Ondanks dat het natuurlijk de jeneverbessen enzovoorts, maar we maken niet onze recepturen bekend. Nee, dat zijn toch wel een van onze topgeheimen. Maar wat ik me dan afvraag, hè, mensen zijn tegenwoordig knap. Hè, we kunnen met computers de DNA's van mensen helemaal natrekken. U exporteert veel naar het buitenland. Is het dan niet zo dat ergens in het buitenland een boefie zit wat zegt van joh, ik neem een beetje van dat product en we gaan eens kijken wat erin zit? Nee, niet echt. Niet echt hoor. En ja, wil men weten precies de receptuur, dan is dat mogelijk natuurlijk. Maar het staat ook vaak op het achteretiket waarvan het gemaakt is. Welke grondstoffen, maar in welke verhoudingen, dat toch niet. Nee. En dat geeft nou net even die eigen aparte smaak. Ja. U bent verantwoordelijk voor de PR van het bedrijf in Nederland. Waar moet u op letten als u reclame maakt? Nou, een van de meest belangrijke zaken is natuurlijk verantwoord alcoholgebruik. We leven in een tijd waarin dat natuurlijk zodanig geregeld is dat responsible drinking, autorijden en drank, dat past allemaal niet, jeugd niet. En daar letten wij natuurlijk met z'n allen. En de hele industrie, daar is een STIVA voor, Stichting Verantwoord Alcoholgebruik. En men zou zeggen, jullie zijn erbij gebaat dat iedereen veel drinkt. Dat is niet zo als iedereen netjes drinkt. En gelukkig gebeurt dat ook in Nederland, hè. 95 tot bijna 99% kan verantwoord omgaan met alcohol. Zijn altijd juist de excessen die de boventoon voeren. Maar wij hebben ons volledig aan de alcoholcode gesloten. En dan gaat dat altijd goed. Nu is van oudsher was vroeger het borreltje voor de man. De vrouw nam een advocaatje. Er werd wel eens een sherrytje gedronken. Nou, dat hele patroon is eigenlijk een beetje onver. Jonge mensen drinken ook heel bewust op smaak. Hoe ziet die wereld er nu uit? Ja, die wereld is compleet veranderd. Hè. Mijn opa dronk jenever, mijn vader dronk jenever. Ik drink jenever, maar mijn zoon drinkt geen jenever meer. En dat is natuurlijk het veranderend smaakpatroon.
Vrouwen zijn natuurlijk ook vergeleken met vroeger anders gaan drinken. De sherrytje is ook veranderd door een cocktail. Wij als oorspronkelijk jeneverproducent hebben begin 1900 toch wel op tijd de bakens verzet. Wij zijn eigenlijk een groot likeurmerk wereldwijd. Dat is de kurk waar we nu op drijven. Vergeleken met 200 jaar geleden was dat jenever. En dat is toch ook wel de redding van het bedrijf geweest. U zegt veel liqueur naar het buitenland toe, met name exporteren. Wat zijn nou landen waar uw bedrijf veel zaken mee doet? Nou, wij leveren naar meer dan 100 landen. Onze buurlanden Engeland en Duitsland zijn van oudsher grote exportmarkten. Maar sinds een jaar of 30 is Japan al nummer 2 voor ons geworden. Korea, we zijn in China bezig. Scandinavië zijn hele belangrijke landen, ook Zuid-Europa. Dus we hebben eigen productie in de Verenigde Staten van Amerika, als ook Canada, waar de likeuren, de consumptie van likeuren, vele malen groter is dan bijvoorbeeld in Nederland. Nou, vanmiddag een feestelijke middag. De burgemeester komt een eerste fles in ontvangst nemen. Wat betreft dat precies voor fles? Dat is een jubileumfles, zoals wij dat noemen. Dat is een flesmodel uit begin 1900, dus eigenlijk van 1911. De JDKZ, Johannes de Kuiper en zoon fles, dat is een replica daarvan. En die is gevuld met een unieke eenmalige receptuur. En die flessen zijn genummerd. Er zijn er 6000 van gemaakt. En de fles 0001 gaat naar mevrouw de burgemeester. Wij zijn thans gekomen aan het grote moment, dames en heren. En ik wou mevrouw René de Kuiper vragen om naar voren te komen. Mevrouw Leenhuis vragen om naar voren te komen. Opdat mevrouw de Kuiper deze doos wil openen. Ja. En daar de fles, ze zijn genummerd. De fles 0001 gaat nu overhandigen. Oh. Dat is hem. Ja, lieve mensen, we moeten natuurlijk wel iemand spreken die ook met de naam De Kuiper rondloopt. En mevrouw De Kuiper staat naast mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Even uitleggen in welk verband u als mevrouw De Kuiper hier rondloopt. U bent familie van? Ik ben familie van Bob. Dat is de oude directeur hier. Maar ik ben tevens ook commissaris bij De Kuiper al 16 jaar. Zo is dat. Ja. Het De Kuiperbloed zit u helemaal gegoten. Toch eventjes, wat betekent dat nou? Als je geboren wordt met een achternaam als De Kuiper, dan groei je net als alle andere mensen op. Maar het is toch denk ik een tikkeltje anders. Nee, je groeit echt op als alle andere mensen. Ja hoor. Nee, dat is niet zoveel. We zijn Schiedammers en Rotterdammers. Dus, nee, maar het is niet zo dat. Ja, precies. Maar het is niet zo dat omdat dit bedrijf er is, dat jullie toch met andere dingen te maken kregen thuis. Nee, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk niet. En er waren geen bergen flessen alcohol bij ons thuis te vinden. Dat al sowieso niet. Maar wat je wel als kind niet zo heel erg bewust van bent, maar later natuurlijk wel en nu helemaal, is dat je producten maakt met je naam erop. En dat betekent, dat is heel iets anders dan dat je zomaar producten maakt, bij welk bedrijf je ook werkzaam bent. Wat doet u precies in het bedrijf? Ik ben commissaris en dat betekent eigenlijk dat ik alles wat hier gebeurt controleer en adviseer. Dus als wij grote investeringen hebben of als er vernieuwingen komen of als we dingen, strategieën gaan veranderen, dan moeten wij daar toestemming over geven. En we zijn een raad van 3 mensen en ik ben er 1 van. Ja. Nou is het een geluk dat bij zo'n bedrijf als het uwe er veel mensen lopen die hun hele leven, zoals dat heet, bij De Kuiper hebben gewerkt. Bent u iemand die een beroep doet op de mensen op de werkvloer? Ik ken ze natuurlijk allemaal, hè? Ja, dus ik liep hier al vanaf klein rond en dan toentertijd nog in het pakhuis waren we aan het spelen en liep hier nog een kat rond en mocht je op de voorkeftruck mee. Dus je kent ze allemaal, dus ik ben wel van de 2 andere commissarissen ben ik eigenlijk wel de enige die hier gewoon stiekem wel eens naar binnen loopt en eens even vraagt van hoe gaat het en zijn er dingen, wat speelt er, en dat is wel heel fijn. Want als je 6-7 keer per jaar naar de grote lijnen van het bedrijf kijkt, dan zie je alles op papier en op cijfers en wat de directie je vertelt.
En het is toch ook wel eens leuk om te horen van wat dan daaronder zit. En dat, wat is de kracht, wat is de kracht van jullie bedrijf? Kracht van ons bedrijf. Ik denk dat we heel goed weten, zeg maar, de ambacht en de tradities en het mooi maken van je product, het goed maken van je product. En daar echt heel veel passie en liefde voor hebben voor wat we maken. Nu in een nieuw jasje weten te gieten. En dat we gewoon meegaan met de tijd. Ondanks dat je hier natuurlijk in een Rijksmonument staat. Dan loop je straks naar de bar en dan zie je wat de twee werelden doen. En hoe makkelijk die in elkaar vloeien. En dat, dat is eigenlijk denk ik de passie van iedereen die hier werkt. Nou is het een bedrijf wat natuurlijk veel concurrenten kent. De maatschappij verhardt, de concurrentie verhardt. Hoe gaan jullie onderling als destillateurs met elkaar om? Ja, dat is eigenlijk best wel een bijzondere branche. Jullie moeten, in Schiedam moeten jullie dat wel als geen ander weten. Dat, we kennen elkaar allemaal. Samenwerken blijft altijd best lastig. Maar in moeilijke tijden, en dat zijn het, wordt dat vereist en dat gebeurt ook. Dus je hebt onderling contact. Het Genever Museum is natuurlijk een heel mooi initiatief. Genever Genootschap is er een goed initiatief. En, dus we zijn best wel een hechte groep mensen die, waarvan we zeggen van we hebben allemaal liefde voor Schiedam. En liefde voor het maken van de producten. En dat blijven we graag zo doen. En het is niet makkelijk, maar gelukkig is het niet de branche waar de meeste klappen vallen nu. Dus we mogen niet klagen. Nee. Nou, nogmaals van harte gefeliciteerd. 100 jaar in Schiedam. Dat er maar waarschijnlijk veel jaren bij mogen komen. Ja, absoluut. Dat is wel onze intentie. Je weet nooit hoe de dingen gaan, maar dat is wel in ieder geval van de familie. Maar ook families, eigenlijk ook alle medewerkers zijn ook allemaal familie zo langzamerhand. Dus dat is wel de intentie. Ja, proost. Ja, kijk eens, we gaan praten met meneer Van Doesburg, belangrijk man, eigenlijk de directeur hier bij de Kuiper. Meneer Van Doesburg, goedemiddag en gefeliciteerd. Ja, hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. Nou, bezoek is net weg, de burgemeester met een mooie fles weer weg. Mensen zijn een beetje verbaasd dat ze denken, de directeur en die heet niet de Kuiper. Dat vinden mensen soms een beetje vreemd. Ja, dat is ook misschien wat onverwacht, maar het is wel een teken van sterkte, vind ik. Het is een familiebedrijf, 300 jaar lang al, en dat wil het nog 300 jaar zijn. Maar zoals zo vaak bij familiebedrijven loopt het allemaal misschien niet helemaal zoals gepland in termen van wanneer de volgende generatie klaar is en wanneer de vorige generatie wil ophouden. Dus in, in die omstandigheid heeft Bob, de vorige directeur, Bob de Kuiper dus, aan mij gevraagd of ik dit een aantal jaren wilde doen totdat zijn zoon of een andere de Kuiper klaar was om dat over te nemen. En daarom ben ik hier. U bent als het ware de trainer voor de nieuwe De Kuiper, zullen we maar zeggen. Ja, dat is een onderdeel. Ik zie het iets ruimer. We zijn ook wel bezig om het bedrijf zeg maar op een andere manier in te richten en een nieuwe impuls te geven. Dat vormt een onderdeel van. Maar inderdaad, een van mijn taken is ook het coachen van de nieuwe generatie. Ja. Wat is het leuke aan uw baan? Nou ja, u kunt het hier al ruiken en zien, denk ik. Wat ik ook heel fijn vind, is ik heb 30 jaar voor multinationals gewerkt die beursgenoteerd waren. En bij een familiebedrijf merk je meteen dat de focus anders is. Dat het is langer termijn. We moeten nog 300 jaar bestaan en het is niet de kwartaalresultaten. Dus dat geeft je heel veel ruimte als manager om de juiste dingen te doen, zou ik maar zeggen. Je krijgt het geld ervoor, je krijgt de tijd ervoor. Dus dan ligt het eigenlijk nog alleen maar aan jezelf als het niet lukt, zou ik maar zeggen. Dus dat is fijn. Maar u zegt, er moet nog minstens 300 jaar gewerkt worden. U maakt een product wat smaakafhankelijk is. Hè? De klant kan de ene keer beslissen van we gaan dit drinken en we gaan dat drinken. Wat is nou de kunst om dat toch te blijven volgen en te blijven scoren bij zo'n klant? Nou, we hebben één laffe truc toegepast en dat is dat we 40 smaken verkopen. Dus we hebben voor iedereen wel een smaakje. Dat zijn onze cocktaillikeuren. We hebben daarnaast ook wel producten die één vaste smaak hebben, maar daar is gewoon heel lang over nagedacht. Zoals Mandarin Napoleon of Peachtree. Dat zijn gewoon producten die door de eeuwen heen ontwikkeld zijn en staan, zeg maar. En die een hele vaste, trouwe verbruikersgroep hebben. Nou is er natuurlijk altijd een link tussen de distilleerderij, de plek waar het gemaakt wordt en de horeca. Want daar moeten jullie het vooral van hebben en ook van de particulieren. Maar wanneer je even naar de horeca kijkt, hè, moet je horeca ook verleiden om je product af te nemen? Ja, voor ons is het zo dat de meerderheid van onze producten, namelijk onze cocktaillikeuren,
Die worden niet door de consument gekocht, of nauwelijks. Die worden eigenlijk alleen door de barkeeper gekocht. Dus daarom hebben we hier dus ook het bar trainingscentrum, wat u gezien heeft, hebben we ingericht. En daar leiden we groepen bartenders op wat je met onze likeuren kunt doen. En daardoor ontstaat natuurlijk een speciale band. We laten ze zien wat we hier doen, dat we het allemaal echt zelf maken. En ja, daardoor zijn we de grootste likeur ter wereld geworden. Dus je hebt ook Bols. Dat is ook heel groot, maar wij zijn toevallig als merk heel groot in Amerika. Dus daar, maar Bols en de Kuiper, dat zijn de twee grootste likeuren ter wereld. En wat wij als specifiek karakter hebben, is dat we het hier nog zelf maken. En, ja. U zei net in het voorgesprek, u liet ons eventjes allerlei granen zien. Of allerlei bessen, weet ik het, wat er allemaal stond. Kruiden inderdaad. Toen zei u van, ja, we hebben even op een punt gestaan van, gaan we nou echt ambachtelijk nog te werk? Of gaan we het toch een beetje wat grootser aanpakken? U heeft gekozen voor het ambachtelijke. Wat is daar toch de kracht van? Ja, het is smaak. Je proeft het toch. Als je een kunstmatig aroma toepast, ook in een likeur, er zit natuurlijk wel heel veel suiker en alcohol overheen, dus soms proef je het niet zo goed. Maar bij onze likeuren wel. Daar heb je gewoon, wij nemen hier zelf abrikozen, wij nemen hier zelf kersen. Die laten we weken in alcohol weken en wellen. Dan distilleren we dat op en dan krijg je een soort elixir, zeg maar. Een heel geconcentreerd smaakaroma, zou je het kunnen noemen. Dat maken we zelf en dat wordt dan opgemengd met alcohol en suiker. Een kenner proeft het meteen en een niet-kenner vindt het gewoon lekker. En, dus wij geloven daarin, onze barkeepers geloven erin. En als je het aan een klant side-by-side laat proeven, iets wat kunstmatig met kunstmatige aroma's gemengd is, of met zelfgemaakte echte aroma's van echte kruiden en vruchten, Dan proeft iedereen het. Dus wij geloven daarin. Even als laatste een gewetensvraag. Na een dag vol harde arbeid en u komt thuis. Na het avondeten, wat drinkt u zelf? Ja, ik ben een gek van mandarin. Mandarin Napoleon, dat is de likeur die Napoleon altijd dronk. En daar, 's avonds na het eten, neem ik dat met 1-op-1. Met citroensap, een mandarin Napoleon en ijsblokjes. Moet u ook eens proberen, dat is fantastisch. Goeie tip, dank u wel. Oké, u ook bedankt. Ja, tenslotte lieve mensen, ja, wat is nou lekker? Hoe maak je het nou? Hoe ga je van die smaakpapillen gebruik maken? Nou, het geheim hier bij dit bedrijf is meneer Matthijs, meneer Jansen. En hij doet het al heel lang. Meneer Jansen, goedemiddag. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd, 100 jaar. Maar zo lang bent u er toch nog niet? Nee, zo lang ben ik er niet. Ik ben nu 34 jaar bij de Kuiper. Volgend jaar 35 en laatste jaar voor mij. Ja. U werd net verteld in de toespraak, bent de man die de smaken controleert. U proeft, wat is daar nou de kunst van? Hoe kan je dat leren? Dat leer je door ervaring. Ik wil er wel bij zeggen dat we altijd als team opereren. Ik zit hier heel lang, heb veel ervaring, dus heb ik mijn inbreng. Maar hoe leer je dat nou? Ja, door ervaring op te doen. Gewoon lang in dit bedrijf te blijven. Je weet, in het gedistilleerd ben je na een paar maanden weg. Of je blijft hangen, zoals ik. 34 jaar. Maar het is de kunst van het samenstellen van je componenten, de balans vinden. En dat hebben we in deze jenever, denk ik, weer voor elkaar gekregen. We, zeg ik. Nou, die jenever, zeker in Schiedam, zijn veel mensen die daarvan genieten. En die gaan dan hele discussies aan van dat is niet de echte jenever, dat is wel de echte jenever. Is dat toch uiteindelijk een kwestie van proeven? Ja, en toch ook beleven. Het bijzondere van deze jenever is dat wij componenten hebben kunnen gebruiken die we nog hadden liggen. Ik spreek bijvoorbeeld over Hollandia 2, de laatste branderij in Schiedam, 1990 gesloten. Daar zit moutwijn van in. Canada, de laatste authentieke branderij in de wereld. Die hadden wij als de Kuiper daar neergezet. 2002 gesloten, maar daar zit ook de moutwijn nog van in. Van onze vrienden uit België, Filiers, die eigenlijk bijna het hele moutwijnarsenaal van Nederland leveren. De branderij natuurlijk, waar schitterende moutwijns worden gemaakt. Die zitten er allemaal in. En de leeftijd van de component is allemaal langer dan 11 jaar. Het is van het vorige millennium. Nou, komt er altijd weer een nieuwe generatie. Als we nu naar de jonge mensen van nu kijken, zijn dat misschien nog niet puur bij uitstek jonge of jenever drinkers. Wat is de toekomst van de jenever?
Nou, u zei het al, jonge jenever, dat heeft denk ik weinig overlevingskans nog. Omdat de jeugd zegt van nou, dan neem ik liever wodka. Maar de speciale jenevers, de oudere jenevers, de moutwijnjenevers, daar zie ik absoluut toekomst in. En je ziet ook op de markt steeds bijzondere moutwijnjenevers ontstaan en komen. Dus daar zit echt nog brood in. Nou zullen we de kijkers van Look TV niet gaan aanmoedigen om heel veel te gaan drinken. Maar ik betrek het even op mezelf. Ik wil niet drinken. Ik vind niks lekker van drank. Is er dan nog hoop of schrijft u mij af? Nee, want als we kijken naar likeuren bijvoorbeeld. Daar worden hele mooie cocktails van gemaakt. Maar je hebt ook alcoholvrije cocktails. En er zijn schitterende creaties bij. Het is natuurlijk niet onze branche, mag het eigenlijk niet zeggen. Maar je hebt schitterende cocktails die geen alcohol bevatten. Dus er is absoluut hoop. Ik wens u nog een heel fijn laatste jaar toe bij de Kuiper. Dan gaat u lekker terug naar België misschien. Of het blijft in Nederland. U gaat genieten van het leven. Wat gaat u op uw oude dag toch nog met heel veel plezier drinken? Jenever. De specialiteiten die we nog hebben. Het is minder geworden. We hebben nu dus Rutte erbij. En die heeft schitterende jenevers. Dus voor mij is er ook nog hoop. Dank u wel. Oké, u ook. Bedankt.